Grimbergen werken 15 families dag in dag uit aan het huis van hun buurvrouw Lisa. Dat huis is 9 maanden geleden volledig uitgebrand. De vrouw was er het hart van in. Ze is dan ook 87 jaar en het was haar geboortehuis. Ze had daar haar hele leven gewoond. In het rusthuis kon ze niet aarden en dus gaan de buren haar huis opknappen. Lisa de Preter herkent haar eigen huisje niet meer. 9 maanden geleden brandde het volledig uit door een elektrische storing. Alles zwart, ruiten, dak en meubels vernield. Maar Lisa's buren hebben het huis stukje bij beetje weer opgebouwd. Ik zal u een handleiding schrijven. Lisa ging vlak na de brand in een rusthuis wonen. Ze is 87, het leek een logische keuze. Maar aarde kon ze er niet. Elke avond, elk weekend werken om Lisa haar thuis terug te geven. Het was evident voor iedereen hier. Lisa is eigenlijk vooral voor de kinderen belangrijk en de ouders die genieten daar mee van, want ze staat hier aan haar deur. 'S Morgens als wij met de kindjes naar school gaan, 's avonds terugkomen. Zij geeft kindjes snoepjes uit haar brievenbus, ze kennen dat ondertussen al. En toen haar huis met Pasen dit jaar afbrandde, waren wij daar allemaal het hart van in, want zij heeft eigenlijk niet veel vrienden en familie die haar zouden kunnen helpen. Ons huis is ook afgebrand, 2 jaar geleden. En dan had je ook zoiets meegemaakt en dan moet je ook wel een beetje helpen. Iedereen heeft eigenlijk wat mensen aangesproken, tegels, weet ik veel. Ik heb een vriend aangesproken die voor grondwerk het filmen doen. En zo kwamen we eigenlijk tot een mooi geheel en hebben bijna alles, denk ik, aan een vriendenprijsje of gratis kunnen krijgen. Voor Lisa betekent het meer dan ze kan zeggen, want ze is 87 jaar geleden in de keuken van dit huis geboren. Als ik zie in de buurt gaat het gewoon. Want daar komt ze wat bij kijken. Dat kan ik nooit niet terug doen. Hè. Voorlopig woont ze in een huurwoning. De grote verhuis staat gepland voor februari. Een laat, maar mooi kerstcadeau.